Zo is het. Nou, hé Jelle, toe, loop even door, joh. Ja, maar straks komt meester ons misschien zoeken, hè? En daar wordt hij misschien heel boos op ons. Hé Jelle, dat duurt toch nog wel even. Nou en, dat zijn we gewoon verdwaald. Ja. Tja. Leuk, ja. Ja, dat is wel ja, leuk. Ogen, echt. Ja, ogen, ogen, ogen. Ja, ogen moeten erbij. Wij weten de weg wel. Ja. En, kom, lopen, lopen. Hier loop je langs een hele diepe, diepe sloot. Oh, ja, de buffel, er komt de kraai aangevlogen. Kraai! Zijn die twee gebleven? Nou, komt er nog wat van? Ja, dat zal ik even precies vertellen, meester. Kun je voor deze ene keer nou eens een fatsoenlijk antwoord geven? Hé, hey, ja, meester, voor deze ene keer. Ze zijn verdwenen, meester. En ik weet echt niet waar ze gebleven zijn. Ach, kom, je denkt toch zeker niet dat je mij voor de gek kunt houden? Dat zou ik maar niet doen als ik jou was, vind je? Maar ze zijn echt verdwenen, meester. En meester, weet u wat mijn moeder zei, meester? Mijn moeder zei, Jelle, kom niet te dicht bij die muur van het oude kasteel. Want hier heeft vroeger een kasteel gestaan, meester. Nou, en daar woonden hele rijke mensen, meester. Oh, wat waren die mensen rijk, zeg. Op een dag, hè, meester, toen kwam er een man aan de poort en die vroeg wat eten. Maar denk maar niet dat hij wat kreeg, meester. Hij kreeg helemaal niks, hè. En ook komt het, meester. Toen heeft die man, die heeft die mensen hier vervloekt. En het kasteel ook, ja. Tenminste, dat vertelde mijn moeder, meester. Nou, en weet je wat mijn moeder ook zei, meester? Dat hier wel eens kinderen verdwijnen. En dat ze die hertog hebben gezien. Hij is vervloekt. En hij lijkt op een beeld. Tenminste, ja, dat zei mijn moeder, hoor. Ik vind het maar een vreemd verhaal. Een heel vreemd verhaal, zomaar verdwenen. Met een kreet. Ja, meester, met een kreet. Meester, waar? Meester! Waar is meester nou gebleven? Dit gaat fout, hoor. Dit gaat goed mis. Alle schuld van die boutje die ziet. Vreemd, hè? Hele gewone muur. Moeder ook altijd met haar verhalen. Toch raar, allemaal verdwenen. Boukje, Sietske. En meester. Thank you.
honger. Tussen al die stenen en dat stomme beeld en die enge vogels. Ja, een stom beeld. Ik ben de man van steen. Hij leeft. Ja, ja, ik ben de man van steen. Ik zit hier op mijn troon. Dat is uw troon. U bent van steen. Ja, ik ben zo geworden omdat ik de mensen nooit iets van mijn rijkdom heb gegeven. Maar nu kan het niet meer. Maar hier ben ik de baas. Ik heb de macht hier, de land van steen. U bent hier de baas. Ja, baas, nee, baas. Vertel ons maar hoe we hier weer vandaan kunnen komen. Jullie komen hier nooit meer vandaan. Jullie moeten hier werken. Zorg dat de stenen op elkaar komen. Mijn prachtig kasteel. Oh, weer die stenen op elkaar zetten. Nee toch? Dat is jullie werk. Zorg ervoor dat het kasteel opgebouwd wordt. Werken. Dat kan toch niet. Dat is toch zwaar werk. Stenen op elkaar zetten. Wat een werk. Zeg eens wat. Zeg eens wat. Hij slaapt weer. Achter de muur van het oude kasteel. Achter?
te doen. Ja, maar van het oude kasteel. Hoe zijn we hier dan terecht gekomen? Speelden jullie bij de muur? Ja. Leunden jullie tegen de muur? Ja. Voelden jullie de muur bewegen? Ja. Nou, zo is het gekomen. Jullie zijn dwars door die muur gevlogen. Ja, nou, maar alles goed en wel, hè? Maar die man dan? Welke man? Dit kan toch niet? Dit hoort toch niet? Dit mag mij toch niet gebeuren? Mag ik zo vrij zijn op te merken? Het is al gebeurd. Maar dat is meester Vlug. precies. wat is dit hier allemaal? Hè? Nou, krijg ik nog antwoord? Hè? Ik heb jullie gevonden. Jullie waren weggelopen, hè? Waarom zijn jullie eigenlijk weggelopen? Nou, zie meester, we gaan er eigenlijk niet zoveel zin in, hè? Nou ja, en het was mooi weer, en de zon scheen. Ja, daar merk je niks van de zon. Het is hier altijd koud. Wie ben jij? Ik ben Klaske, en dat zijn mijn vriendinnen Wietske en Sjoukje. Zo. En jullie zijn ook weggelopen van school? School? Wij zijn heel lang al niet meer naar school toe geweest. Wij hebben hier altijd gewerkt. Nou, dan komt het goed uit dat ik eventjes langskom. Want ik kan jullie nog wel heel wat leren. En jullie kunnen ook nog wel heel wat opsteken van Balkje. Want zij is de knapste van de school. Ja. Nou, dat komt dan maar goed uit. Wij kunnen hier wel wat knappe koppen gebruiken en die ons dan vertellen kunnen hoe wij hier weer vandaan komen. Mijn rug. En mijn arm en mijn neus. Bloedneus. Sietske, jij staat dus toch achter de muur. Ja. Bootje, dan gaan we meteen maar naar huis. Hé, wat moet dat? Oei, die stem. Die heb ik vaker gehoord. Jij wou er vandoor? Dat gaat mooi niet door, mannetje. Meester Vlug. Precies. Haha. Meester Vlug. En nu zullen jullie doen wat ik zeg. Ja, maar vertel ons eerst maar eens even hoe we hier gekomen zijn, meester. Ja, nou ja, kijk. Hoe we hier gekomen zijn, ja. Zeg, Bootje. Ja, meester. Geef jij eens even antwoord op die vraag. Nou, ik denk dat ik maar beter kan antwoorden. Jij? Hallo, ik ben Jelle. Hoi, jij ook weer dat stil? Nou, dat is een hele verbetering. Dag, dit zijn Sjoukje en Klaske en ik ben Wietske. Haha, maar niemand hoeft mij iets te vertellen. Jullie moeten naar mij luisteren. Ja. Ja, goed, prima. Als u dan vertelt dat u hier gekomen bent. Dat is heel eenvoudig. Kijk, ik probeerde die kinderen te pakken te krijgen. Nou, en toen kwam ik hier bij die rotmuur. Ja, en toen zag ik daar die kinderen. En toen leunde ik zo even zo tegen die muur. En verder weet ik het niet. Ah, nee. U weet het niet meer, maar misschien... ik weet het. Kijk. Jullie waren allemaal bij die muur, hè? En ik zocht jullie. Ja. En toen kwam ik bij die muur en... En toen vloog je door die muur? Ja, juist. Toen vloog ik door die muur heen en... Ja. Maar dat kan toch helemaal niet? Door een muur heen vliegen? Wel, nee. Dat is een stom verhaal. Het slaat werkelijk nergens op. Zomaar door een muur. Laat me niet lachen. Ja, maar jullie zijn wel door die muur gevlogen. En jullie komen hier nooit meer vandaan. Nee, we zitten hier voor altijd vast. Hoe komen we hier ooit weer vandaan? We zijn allemaal door de muur gegaan en nou zijn we hier. En we komen hier niet meer vandaan? Nee. Laat me niet lachen. Hey, wij vinden vast wel een manier om hier vandaan te komen. Ja. Als ik jou was, hè, ging ik daar niet zitten. Waarom niet? Ik zit hier toch prima. Ja. Je zit naast dat beeld. Oh, nou, dat je dat zegt. Nou, goed gezien hoor, ja. Ja, maar dat beeld gaat misschien straks wel bewegen. Ach, doe niet zo mal, zeg. Dat beeld gaat bewegen? Ah joh, dat bestaat niet, dat ding is van steen. Hier, Bouwkje heeft gelijk.
geleerden hebben gesproken. En jij bent lekker van steen houden, jongen. Ja, ik ben van steen. Nou, zie je wel, hij zegt het zelf. Hé, hey, hij zegt het zelf. Help. Mooi. Jullie zijn hier allemaal. Hij gaat staan, zie je dat? Dat bestaat nou niet. U bent nou niet echt. Houdt iemand? Wat krijgen we nou? Tegen wie heb je het eigenlijk? Tegen die meester, vlag en al die vlag in mond dicht. Meester moet zijn mond dicht houden. Ja. Maar ik ben niet bang, hoor. Oh, nee, dat dacht ik ook al, Boukje. Boukje? Hoe weet u mijn naam? Ik ken iedereen die hier achter de muur van zijn. Dat ken ik jou ook. Iedereen. Dat weet je ook, Eben. Dat weet je ook, stil! Jullie zijn nu allemaal hier. En dan moeten jullie werken. Zorg dat het kasteel opgebouwd wordt. Er is maar één die de baas is. En dat ben ik. Dit is mijn wereld. Mijn rijk. Het rijk van steen. Het rijk van de man van steen. Wat een koude bedoeling. Ik krijg er kippenvel van. U kunt mij nou meer vertellen, maar ik had gezegd dat ik iemand dicht moest houden. Nee, u moet niet zo zeuren. Stil. Ga aan je werk. Allemaal begrepen? Begrepen. Wacht. Nog één ding. Blijf bij die gangen vandaan. Denk maar niet dat je kunt ontsnappen. Ik waarschuw jullie. Blijf uit de buurt van die vleermuizen. Luister niet naar hen. Ze zijn gevaarlijk. Ik heb jullie gewaarschuwd. Hey man. Meneer van Vosteen. Vertel eens wat meer, want ik snap het nou even niet. Nou meester, ik denk dat we toch maar beter kunnen doen wat die man ons gevraagd heeft. We kunnen hem beter met de vriend houden, meester. Ja. Ja. Vreemd verhaal hoor. Eerst wil die man dat we. Eerst gaat hij bewegen en praten en dan wil hij ook nog dat we een kasteel voor hem gaan bouwen. Ja, Tom, laten we maar gaan werken. Straks wordt hij boos. Ja, haha, je denkt toch zeker niet dat ik de meester met stenen ga slepen bij nou iemand. Heet zo hoor. Nou, maar meester, ik ben het ook niet van plan. Ga aan je werk. Hoe? Laten we dan maar aan het werk gaan. Laten we maar aan het werk gaan. Ga je werk. Ja, maar meester, ja. Meester, ik moet even nadenken, meester. Huh? Ja, nadenken, nee. Nadenken. Jelle nadenken. Nee, ik snap niet waarom jullie toch zo vervelend doen. Nou, dan maar. Doet hij zelf. Aangelaat maar. Op school gaat het niet goed. Ik doe meestal maar alsof. Op school is de grote sof. Ja. Ze lachen me allemaal uit. Het is echt waar. Op school hè, ben ik altijd een sigaar. Ja, hé, maar dit pik ik niet. Wat denken jullie nou wel, hè? Dat ik mijn hele leven hier wil blijven zitten? Nou, mooi niet, hoor. Ik, kom erop. Kom erop, jij mannetje. Oh, Jelle, niet doen. Kom erop. Jelle, hou je mond. Jelle. Kom op dan, mannetje Versteen. Kom op dan. Kom op dan. Wat wou jij, kereltje? Ik maak pijn voor u. Kom erop. Nee, jongen, niet doen. Niets, jij zult niets. Ik hoor er steeds weer niets. Kom erop. Ik sla u aan gruzelwetten. Kom op. Ik waarschuw jou. Ik maak van jou een mannetje van steen. Van steen? Nee. Doe dat niet, hoor. Doe dat niet. Er staat jou maar één ding te doen. En dat is werken.
hard werken. Jullie zijn allemaal gewaarschuwd. Wie niet doet wat er gezegd wordt, wordt van steen. Van steen, begrepen? Begrepen, meneer. Mooi. Jullie begrijpen het. Laten we dan maar doorwerken. Zie dan. Denk je dat het waar is? Wat waar is? Nou, dat verhaal van die gang en die vleermuizen. Hoe bedoel je van die gang? Nou, wat zei die vent ook weer? Je kunt niet door die gang ontsnappen. Ja, dat is ook zo. En nu? Klets toch niet, meiden! Ga je werk! Ik ga het proberen. Wat? Nou, ik ga ontsnappen door die gang. Ja? Ja. Ga mee? Nou, Ja, doe maar. Ga maar. Laat die man maar stikken. Die man die is zo koud als steen. Ga. Nou, ik weet het niet. Niet op houtje. Je wilt toch van verder leven hier niet opgesloten zitten, wel? Doe, nee, daar heb je gelijk in. Ga. Ja, kom. Laat het dan. Dit gaat vast mis, meester. Volgens mij zijn ze in die gang gekropen. In die gang? Zeg, horen jullie die vreemde stem ook? Ja. Ik vind het toch nog niet zo slecht bekeken van die twee, hoor. Ik wil ook wel eens weten waar die stemmen vandaan kwamen. Ja, ik ga achterna. Ja. Nou, ook een leuke vent, hoor. Nou, eigenlijk, hè. Eigenlijk ben ik ook wel een beetje nieuwsgierig. Ja? Zullen wij ook gaan? Ja, kom op. Ja, maar die enge stemmen, hè? Ja, maar kom op, voordat die stenen maar straks wakker wordt. Kom. Nou, dan ga jij dan maar voor. Ja, maar... Hé, hey, wat moet ik dan? Wat moet ik dan, hè? Hallo? Wat moet ik dan? Wat hoort ik daar? Wie schreeuwde daar? Ik, meneer. Ik was even met die vleermuis aan het praten, meneer. Steek me de gek niet aan. Ik waarschuw je. Ja, meneer. Maak me niet kwaad. Nee, meneer, niet kwaad worden, hoor. Daar word je alleen maar akelig van, meneer. Maar jij bent nog maar alleen. Waar zijn die anderen? Vertel op, waar zijn ze? Als ik het niet dacht. Ze zijn weg. Naar de heks. Ze hebben naar de vleermuizen geluisterd.
En dat wou jij me niet vertellen, mijn mannetje. Ik maak een steen. Nee, niet doen hoor, meneer. Geen steen hoor. Doe dat maar niet, meneer. Zeg, kom hier, zeg ik je. Ja, kom maar, hier. Denk maar niet dat ik bang voor je ben. Hier, zeg ik je.